Op 13 augustus 2017 werd ik vader. De wereld was niet veranderd, maar mijn wereld wel. Die stond op zijn kop. En dus ging ik me afvragen in wat voor wereld mijn dochters terecht zouden komen. Hoe komt deze eeuw eruit te zien? Net zoals in mijn boek ga ik in gesprek met wetenschappers en andere experts om te kijken hoe de toekomst er voor mijn dochters uit kan zien. Dit is de eeuw van mijn dochters. Ja, ik zit weer in de Flatland Gallery Hartje Amsterdam. En ik zit hier in mijn eentje, want mijn gast vandaag is zo ongelooflijk druk dat ik al blij ben dat ze überhaupt tijd heeft om even te woord te staan. Want ze is bijzonder hoogleraar virologie bij het Erasmus MC. En we kennen haar allemaal als de virologe die rondom de coronacrisis, de COVID-crisis, ons te woord staat. Marion Koopmans, goedenavond. Goedenavond. Ja, het zijn hele drukke tijden voor jou, toch? Absoluut, ja. Vanaf eigenlijk 31 december zo'n beetje. Ja. Zijn het eigenlijk ook leuke tijden niet, maar interessante tijden? Nou ja, zeker. Kijk, het is. Ik werk natuurlijk al decennia aan dit soort onderwerpen. En het is wel heel druk, maar ik heb wel het gevoel dat alles wat ik in de loop van de jaren heb gedaan, zo'n beetje bij elkaar komt. Dus het is. In die zin heel fascinerend. En jij en je vakgenoten waarschuwden volgens mij ook al heel lang voor het feit dat we rekening moesten houden met en ons voor moesten bereiden op een pandemie zoals we nu meemaken. Ja, dat klopt. Maar dat is toch anders dan, in feite heb ik jaren op een rij al presentaties gedaan over hoe gaat dat nou, die eerste stappen, wat. Is de kennis die je eigenlijk heel snel nodig hebt. Waarom is dat zo lastig? En dan ben je dus wel voorbereid, maar dan is toch, het is toch wel anders als je er vervolgens zelf in zit, hoor. De theorie is toch anders dan de praktijk? De theorie is altijd anders dan de praktijk. Ja. Maar er staat natuurlijk heel veel druk op. En het is. Je staat erbij en kijkt ernaar, zo is het natuurlijk ook. Het geldt voor ons allemaal. Dat is voor ons als wetenschappers niet heel anders. En toch heb ik dan de hoop als leek. En ik heb al mijn vertrouwen natuurlijk op jullie gevestigd. Jullie moeten het oplossen voor ons, Marion. Nou ja, het is. Je draagt een stukje bij. Dat is natuurlijk het proberen. Hè? Want het is niet iets wat je alleen vanuit de wetenschap of alleen vanuit de politiek of alleen vanuit. De publieke gezondheid kunt aanvliegen. Dus het is wel, ik heb een groot team, een grote afdeling. En die mensen zijn allemaal vanuit allerlei verschillende insteken aan het proberen stukjes van de puzzel op te lossen. Hoe verspreidt het virus precies? Hoe lang zijn mensen besmettelijk? Hoe kun je dat meten? Hoe werkt die immuniteit? Zitten daar componenten in die een risico geven. Nee. Dat zijn allerlei vragen waar we een beetje stellen. Ja, en dat is dus met de pandemie waar we nu in zitten. En ik sprak je voor het boek over de vraag of mijn dochters nog een pandemie gaan meemaken. Want ik sprak met een verouderingsdeskundige, Andrea Meijer, die zegt, de kans dat zij het jaar 2100 gaan halen is vrij groot. En in het boek zeg je al, zo'n volgende ontwrichtende pandemie als die we nu meemaken, dat gaat niet nog 100 jaar duren. Druk ik het even niet wetenschappelijk uit. Klopt. Ja, want de manier waarop de wereld verandert, daar kun je eigenlijk donder op zeggen dat we met meer uitbraken te maken krijgen. We reizen veel meer, nu dan even niet, maar ik verwacht dat weer terugkomt. De wereldbevolking neemt enorm toe. Nou, dat zijn dingen waarin virussen heel gemakkelijk kunnen verspreiden. We zien effecten steeds sneller van klimaatverandering. Dus de afgelopen paar weken hebben we hier nu in Nederland voor het eerst gezien dat we een bepaalde virusinfectie hebben die via muggen overgedragen wordt, die we tot nu toe in Zuid-Europa zagen. Ja, die is nu toch echt ook in Nederland gearriveerd, lijkt. Dus dat zijn voorbeelden van dingen waar we gewoon vaker mee te maken gaan krijgen. Ja, maar dat gaat ook zo ontwrichtend zijn als wat we nu meemaken. Nou, dit is wel echt uitzonderlijk. Dat
hoop ik niet, maar het is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Rekening mee moeten houden. En ook wat we vast moeten houden. Hè? Van, je merkt nu, iedereen is nu eigenlijk al corona moe. Mm-hmm. En we hopen heel erg dat er straks een vaccin is. We hopen heel erg dat we dan weer dingen kunnen doen. Maar ik hoop heel erg dat we dan wel vasthouden. Let op. Hey, dit moet dus niet nog een keer. Hoe kunnen we ons daar nou beter tegen wapenen? Ja, en hoe kunnen we dan voorkomen dat we daar weer in terechtkomen? En je had ooit een vergelijking. Ik heb die toen gelezen. Ik vond die zo interessant. Die ging over de natuurlijke balans. Hè? Want wij zijn dus met steeds meer mensen. Dus ja, in de natuur. Wij zijn nou eenmaal onderdeel van de natuur. En je ziet dat bij anderen. Dat is een voorbeeld van zeealgen, toch? Heb jij ooit gegeven? Zou je dat eens kunnen toelichten? Nou ja, wat je ziet is. Kijk, wij hebben virussen en alles wat ons omgeeft heeft virussen. Dus de dieren waar we contact mee hebben, die hebben allerlei virussen bij zich. Bacteriën hebben allerlei virussen bij zich. En wat je ziet is dat is prima. Dat is er zo. Maar de kans dat zoiets overspringt, die is natuurlijk groter als je dichter bij de dieren komt. Als je gekke dingen doet. Als er veel meer dieren op een kluitje zitten. Als er veel meer mensen op een kluitje zitten. En dat is wat ik daarmee bedoel. Dus als een soort disbalans, het evenwicht een beetje kantelt tussen hoeveel dieren en mensen er op een bepaald terrein kunnen zitten, dan kunnen die virussen toeslaan. Ja, virussen houden, dat weten we nu allemaal. We zien het met SARS. Hoe meer mensen dicht bij elkaar, hoe makkelijker dat virus overspringt. Dus bij dieren net zo. Hoe minder ruimte er komt, hoe meer van dat soort problemen. Ja. En het was bij die zeealgen, was het dan zo, als er in een bepaald stuk, ik leg even mijn eigen woorden uit, misschien doe ik het niet helemaal goed, maar als er in een bepaald stuk te veel zeealgen kwamen, dan veranderde volgens mij de zuurgraad in de zee zo, dat er een bepaalde bacterie kwam die algen weer gaat uitroeien. Klopt het of niet? Zeg ik het zo goed? Nou, nee, dat was een voorbeeld ook van een virus. Dus een van de grote ontdekkingen van de afgelopen 10 jaar is dat als je zeewater pakt, dat nog vol met virussen zit. Daar zitten tientallen miljoenen virussen in gewoon 1 milliliter zeewater. En die helpen om zeg maar balans om dat water gezond te houden eigenlijk. Dus als je algengroei krijgt, er zijn ook virussen die algen kunnen infecteren. Dus als je heel veel algen krijgt, krijg je ook weer veel individuen op een kluitje en dan slaan die virussen toe. Dan heb je dus een uitbraak van ziekte in algen. En dan zijn die algen, dan worden er weer minder en dan is dat gebied weer gezond. Ja, en zo wordt de balans dan hersteld. En eigenlijk zou je met die blik, het is misschien wat onmenselijk bijna om te doen, maar met die blik zou je ook naar pandemieën kunnen kijken. Het is enigszins een poging van de natuur om de balans te herstellen. Ja, nou ja, daar moet je een beetje mee uitkijken. Hè. We hopen natuurlijk dat we slimmer zijn dan dat. Maar het is wel, het is wat er gebeurt. En, dus we moeten niet de illusie hebben. Dus ik heb niet de illusie dat we virusproblemen volledig kunnen uitbannen. Want er zijn er heel veel. En bij elke studie die er gedaan wordt, worden weer nieuwe virussen ontdekt. Dus ik denk dat we er verstandiger aan doen om te bedenken van hoe voorkomen we nou dat we, die kans op nieuwe infecties, dat we die vergroten. En hoe doen we dat? Hoe vergroten we de kans dat niet opnieuw zo'n uitbraak komt door minder te reizen, door een andere manier om te gaan met de natuur? Ja dus dat zijn wat eigenlijk wat complexe vragen. Het is een beetje gerelateerd ook aan het grote klimaatvraagstuk van waar zitten de grenzen en hoe kunnen we nou zorgen dat we genoeg ruimte hebben voor die dieren, genoeg ruimte hebben voor vrije natuur, zodanig dat je inderdaad niet van die spillovers krijgt. Helemaal niet, zal niet gebeuren, maar nu houden we er geen rekening mee. In waar we steden bouwen, in wat we doen met reizen. En wat ik denk dat nodig is voor de toekomst, is dat we dat wel gaan doen. En zien van waar zijn nou die risico's het grootst. En wat kun je daar dan tegen doen? Hè? Een voorbeeld nu is
ja, waarschijnlijk is deze pandemie ontstaan doordat er iets via vleermuizen in een dier op wilde dierenmarkten, levende dierenmarkten terecht is gekomen. Dat weten we eigenlijk al heel lang dat dat de stand is. Laten we daar eens mee ophouden. Maar dat betekent ook, dus dat hè, dan wordt er bijvoorbeeld naar China gewezen, maar een van de dieren die genoemd is nu als mogelijk reservoir waarin SARS is opgesprongen. Ja, dat is wordt gezien als een delicatesse waar in Vietnam toeristen voor in de rij staan. Dus dan werk je er zelf ook aan mee. Dus dat zijn een paar voorbeelden waarvan ik zeg, nou ja, dat soort dingen, daar moeten we echt meer over nadenken. Ja, en dat is iets ja, wat wij dus moeten doen. Wat hoop jij op jouw vakgebied? Het is een interessante tijd waarin je als viroloog actief bent. Ja. Wat hoop je op jouw vakgebied nog mee te maken? Ja, voor de uitbraak nu natuurlijk dat we beter kunnen behandelen, kunnen vaccineren. Hè? Dus dat we het echt dat de maatschappij weer een beetje gewoon kan worden. Maar voor de lange termijn, ja, ik vind het zelf wel heel spannend om te kijken, kunnen we misschien een beetje gaan voorspellen? Kunnen we snappen wat er voor nodig is om uitbraak te krijgen zodanig dat we daar zo goed bij zijn dat je gelijk er bovenop kunt springen en het remmen? Dat is, nou, dat verhaal van dat muggenvirus is een voorbeeld. We hebben net een nieuw project sinds januari, dus we zijn ook daar naar gaan kijken. We zijn gaan bedenken van oké, als dit binnen zou komen, waar zou je dat kunnen vinden? En dan zijn we vogels gaan vangen met vrijwilligers, muggen gaan vangen en bingo, daar zat het virus. Dus we weten nu dat dat er is. Er zijn een paar mensen, of is één iemand in ieder geval ziek geworden. Maar nu heb je dus deze winter de tijd om te denken van oké, hoe gaan we dat nou komende voorjaar doen? Ja, en hoe ga je dat dus inderdaad voor kunnen voorkomen door te kunnen voorspellen? Dat is de stip op de horizon. Ja, ja. Ik zou er blij mee zijn als dat kan. Ik ook. Ja. Dank voor je tijd, Marion Koopmans. Dit was met jou, dit was de laatste aflevering van De Eeuw van Mijn Dochters. Dus Marion bedankt en ook alle andere gasten van de afgelopen aflevering bedankt voor deze gesprekken. Deze podcast is dus gebaseerd op het boek dat ik heb geschreven. Dat heet niet toevallig ook De Eeuw van Mijn Dochters. Een link naar het boek is te vinden in de beschrijving van deze aflevering. Of het ligt zelf natuurlijk, als het goed is, een papieren exemplaar in de boekwinkel bij jou in de buurt. Veel leesplezier en we spreken elkaar snel.